Kijk, op een gegeven moment, een aantal jaren geleden, was het woord feminist ineens besmet. Hè? Je mocht niet meer feminist heten of zo. Dat was echt, iedereen begon om een beetje rillingen te krijgen. Ook vrouwen, hè? Met name vrouwen. En toen had ik echt iets van, wat is dat voor iets absurds? Je bent het en je blijft het. Ik bedoel, dat zit in je genen. Maar goed, dus je noemt zichzelf nog steeds een feminist? Ja, nou ja, het woord is geloof ik uit. Maar ik heb ook iets van, ja, tuurlijk, dat blijf je houden. En je blijft aandacht houden voor, nou ja, in ieder geval voor vrouwen in posities. Nog steeds vind ik het gek als ik de enige vrouw in een gezelschap ben. Dat gebeurt nog steeds. Ik heb hier een jonge vrouwelijke wethouder, die is nu 3 of 34. Ze zegt, ik vind het zo gek dat ik zeg. Ze zegt, iedere keer als ik binnenkom, ook een mooie jonge vrouw om te zien, een hele mooie presentatie. En nog slim ook, hè, zal ik maar zeggen, of net andersom. Ze zegt, ja, ze kijken me soms aan alsof ik een wereldwonder ben. Ik zeg, ja, nu je het weer zo zegt, ik ben dat gewend, ik weet niet beter. Maar het is eigenlijk idioot dat na 30 jaar nog steeds zo is. Dus natuurlijk zie je dat en neem je dat mee. En ik vraag er ook nog steeds regelmatig aandacht voor. Dus als er op bepaalde posities was daar geen vrouw, hadden we dat niet anders kunnen organiseren. We moeten een spreker, er komen altijd weer een lijstje mannen. Nee, we moeten ook, nou ja, het is bizar dat je daar nog steeds aandacht voor moet vragen, maar dat is gewoon ja, dat hoort gewoon bij me. Het is niet eens een tweede natuur, het is gewoon, ja, nee, dat hoort er Dus gewoon dat bij. blijft. Dat blijft Ja, absoluut. En zoals het nu is. helaas is het nog steeds nodig. Dat vind ik eigenlijk wel weer jammer. Ik moet zeggen, toen ik net afscheid had genomen van de Rode Vrouwen, had ik het ook in die zin dat ik iets had van, ja, maar jongens, nou zijn we er toch ook wel. En we hadden natuurlijk ook heel veel georganiseerd, hè? Het is ook niet voor niets dat de Emancipatieraad is opgeheven. Ik bedoel, op papier was alles voor elkaar. We wisten wel hoe het moest. Dat hebben we al die jaren proberen te ontdekken. Maar eigenlijk was het wel helder hoe het belastingstelsel eruit moest zien, of het schoolstelsel, of het, nou ja, welk stelsel dan ook. Alleen, dat moet wel uitgevoerd worden, geïmplementeerd met een groot woord. En we dachten echt dat dat zou gebeuren. En dan merk je toch dat toch weer iets hardnekkiger is om dat voor elkaar te Daar krijgen. hoop dat. Dus daar blijven we gewoon mee doorgaan.